Ja, dan zegt zo'n rechter in Utrecht, die zegt, ja, het had net zo goed de andere kant op kunnen gaan met die beslissing. Met Cambuur en de Graafschap. Maar ja, meneer de rechter, daarom kwamen de Graafschap en Cambuur nu juist bij u. Die wilden van u weten hoe het zit. Van u horen of u het daarmee eens bent. En wat doet u nou? Dan gaan we dus verstoppertje spelen. Ja hoor. We gaan weer terug naar de kleuterschool. We gaan ons verschuilen achter de KNVB. En daar was ik al zo bang voor. En dan zeg je gewoon van... Ja, de bond die kon niet anders. En die stond met de rug tegen de muur. En de bond die heeft toch wel goed besloten. Nou, meneer de rechter, dat moet ik doen. Ja, als ik dat lees en hoor. Want ik ben het daar volkomen niet mee eens. Is... Belachelijk gewoon. Ja, want je kan die KNVB dan wel gelijk geven. Maar dat maakt de beslissing van de KNVB nog steeds even slecht. Gewoon heel, heel slecht. Ja, want je kan niet zeggen, oké, hier zijn we gestopt. En dan gaan we de clubs bovenin. Die gaan we allemaal toekennen wat ze verdienen en wat ze moeten krijgen. En onderin... Daar doen we dat gewoon helemaal niet. Nou ja, erop man, dat slaat er helemaal nergens op. En bij die KNVB, ja, daar zitten ze elkaar nu. Die Gudde en die Deuxifo, die zitten elkaar virtueel te high-five en zo tegen elkaar. En appjes te sturen. Ah, kijk, onze, we hebben gelijk gekregen. Boe! Het slaat helemaal nergens op. En ik hoop... dat jullie het nog niet opgeven daar in Doetinchem in Leeuwarden.